Welkom dames en heren en terug bij een nieuwe GTA-show. Vandaag heb ik een onderwerp wat ik al eens eerder heb gedaan in het verleden. Maar dat maakt helemaal niet uit, want het onderwerp wat ik ga doen is zo groot, zeg maar. Ik kan heel veel dingen hiermee bespreken en laten zien. Dus vandaag, nieuwe mythes en legendes. Sommige zijn waar, sommige zijn niet eens bewezen. Sommige zijn misschien gewoon bullshit, maar ik ga het laten zien. Het wordt weer een interessante video in ieder geval. Laten we maar meteen in het eerste onderwerp gaan duiken. Je kan je zwemspullen wel gewoon thuis laten, want ik bedoel het niet letterlijk. Oké, let's go. Het eerste wat ik ga bespreken is dit vreemde FIB-huisje. Waarom een FIB-huisje? Nou, er hangen camera's, er zijn satellietschotels en antennes. En om het helemaal af te maken, er staan FIB-agenten om de zoveel tijd voor dit huisje. Waarom? Geen idee. Wat is er met dit huisje? Waarom bewaken ze dat huisje? Het is echt heel vreemd. Het is echt gewoon een of andere random grot is het eigenlijk. Maar het wordt gewoon bewaakt door camera's en FIB-leden. Dan moet er toch iets met dat huisje zijn. En als je daar te lang rondloopt, worden ze gek en zeggen ze dat het private property is. Oftewel privéterrein. Ik vind dit maar een aparte zaak. Het is in ieder geval echt. Ik weet alleen niet precies waar het voor dient. En waarom ze precies dit moeten gaan bewaken. Het volgende verhaal is vrij creepy en het gaat over Goatman. Blijkbaar is het een of andere man gefuseerd met een geit. Dus hij heeft echt een geitenkop. En blijkbaar is hij een keer gespot in GTA 5. Maar, ik moet er even bij zeggen, dit is niet bewezen. Dus het kan fake zijn, maar je ziet hier bijvoorbeeld de foto in beeld van hoe het er dan uit zou moeten zien. En het is best creepy. Het zou bij deze brug, of in ieder geval in de omgeving van deze brug, moeten zijn. Ga daar maar eens een keer naartoe. Gewoon even checken s'nachts of dat er iets rondloopt. Ik weet het niet. Misschien is het waar. Misschien niet. Er is geen bewijs voor in ieder geval. Misschien loopt er zo'n gekke geitman rond in GTA 5. Dan heb je ook meteen geen reden meer om Goat Simulator te spelen. Nou, het Goat Simulator is... Oké, wacht. Waar ga ik naartoe met dit verhaal? Fuck it. Heel creepy, mocht het waar zijn. Ga zelf maar eens een keer op onderzoek voor de grap en kijk of dat je het kan vinden. Het volgende wat we gaan bespreken is dit alien aanbiddershuisje. Bij dit huis verzamelen een aantal mensen die heel erg enthousiast zijn over aliens. In de gesprekken die ze met elkaar voeren is ook te horen dat ze het over aliens en buitenaardse planeten hebben. En ontvoeringen door aliens en dat soort shit. Ze hebben een heel groot doek in de tuin waarmee ze de aliens welkom heten. En er wordt gezegd dat die radiotoren even verderop, die wordt gebruikt door hun om contact op te nemen met aliens. Natuurlijk, UFO's zijn al bewezen in GTA 5, dus dat maakt het wel extra grappig. Het is heel apart. Ik wist zelfs het bestaan van dit huisje niet af tot, denk ik, anderhalf jaar nadat ik het spel had. Dus als jij het nog niet wist, ga eens even kijken. Het is echt hilarisch. En zo vind je altijd weer nieuwe plekjes in GTA. Als je een keer in de nacht bij een begraafplaats bent in GTA 5, ga er dan een keer naartoe. Kijk of dat je iets creepies kan vinden. Want er zijn mensen die zeggen dat ze stemmen horen op de begraafplaats. Of misschien wel gewoon geesten zien. Aan het laatste twijfel ik. Maar er spawnen wel eens hele rare mensen met vreemd gedrag op die begraafplaats. Bijvoorbeeld, wat ik heb gezien in een video op YouTube was een vrouw die spawnde s'nachts. Altijd s'nachts. En trouwens meestal met onweer. Ze gedroeg zich vreemd. Niet zoals iemand die zich normaal zou gedragen op een begraafplaats. Überhaupt op de fuck ga je het doen op een begraafplaats s'nachts. Maar het enge hieraan is, die man van die video, die vulde een cheatcode in. En toen hij die cheatcode invulde, was die vrouw weg. What the fuck? Het kan een glitch zijn, maar er zijn meer mensen die dit soort rare taferelen hebben meegemaakt. Van personen die in één keer verdwijnen. Kunnen glitches zijn, maar misschien zijn het toch geesten. Who the fuck knows? Ga op onderzoek. Het zou zomaar waar kunnen zijn. Het volgende is wel iets heel interessants, want in een vroege trailer van GTA 5 was dit gebouw te zien als basisschool. Een elementary is een basisschool in het Engels. En dat zou er dus op kunnen duiden dat er ooit kinderen in GTA 5 zaten. Ja, let er maar eens op, je ziet alleen maar jongvolwassenen en volwassenen en oudere mensen, maar geen kinderen. Dus misschien zat er in de vroege versie van het spel, zaten er gewoon kinderen in misschien. Maar als je nu naar die plek gaat, dan zie je dat het helemaal geen school meer is. Het is een of andere sporthal op dit moment. De tekst is er afgehaald van de basisschool. Dus misschien zijn die kinderen eruit gehaald om een of andere reden dat je geen kinderen dood mag schieten in games, wat op zich wel logisch is. En dat ze daarom ook deze basisschool uit het spel hebben gehaald en er een trainingscomplex van hebben gemaakt. Het is een zeer interessant verhaal waar nog geen antwoorden op zijn, maar dat klinkt heel logisch in ieder geval. En dan is het weer tijd voor het caption contest. Iedereen weer super bedankt voor jullie inzendingen. Ik heb ze allemaal doorgekeken en ik heb weer smakelijk moeten lachen. Dus iedereen bedankt voor jullie inzendingen. Super leuk, ook als je niet in de top 5 zit. Ik vind het altijd hartstikke mooi om te zien. Nu gaan we door naar de top 5 van jullie onderschriften bij de foto die jij in beeld ziet staan. Nummer 5 van Claire. Ik ben bijna bij de McDonald's. Nog even verder kruipen. Nou, ben benieuwd dat die dikke man het gaat halen. Laten we het hopen voor hem. Zodat hij lekkere sappige burgertjes kan vreten. Nummer 4 van Rody. Maar mama zei dat ik wel kan zingen.
Held verder. Ach ja. Hij heeft in ieder geval wel talent in hamburgers eten, denk ik. Dus dat is misschien een goede troost. Nummer 3 van Bart. Ik wou twerken, maar ik viel om. Fucking grappig. Nummer 2 van deze week is van Joël. Dit is de winnaar van The Voice of Seiko. Het is niet echt iets wat je doet in een optreden van The Voice. Misschien wel aan deze versie. I don't know. In ieder geval gefeliciteerd, meneer de Seiko. En de winnaar van deze week is van Niek. Zo, die vloer is zelfs nog beter dan mijn vrouw. Oh shit, shots fired. Ik vond hem goed en leuk. Dus daarom ben jij de winnaar van deze week. Ik neem contact op via de e-mail. En dan gaan we nu door naar de contest van deze week. En dat is natuurlijk weer een Snapmatic contest, want het wisselt iedere week af. En de opdracht voor jullie is: maak een foto in GTA 5 die mooi is. Dat is gewoon een klassieke opdracht die ik vaker heb gedaan. Maak gewoon een mooie foto, stuur hem mijn kant op en de mooiste foto die wint. Iedereen heeft een eigen smaak, dus maak gewoon iets wat jij mooi vindt. Stuur het naar mij op en dan zit jij waarschijnlijk, nee, sowieso, in de volgende aflevering. Wil jij 2 gesigneerde GPP-kaartjes binnen? Zo, dat zou ik wel leuk vinden eigenlijk, ja. Mail jouw onderschrift naar gppgiveaway@gmail.com. Mag als je nou geen e-mail hebt? Dan moet je het vooral niet in de comments gaan lopen zetten. Wat? Moet ik het in de comments zetten? Nee, fuck you! En dan is het natuurlijk weer tijd voor de mop van de week. Dus ik ga er niet verder omheen lullen. Ik laat hem gewoon horen. Wat is het verschil tussen een dom blondje en een foto? Een foto is wel ontwikkeld. Oh, shotfire! Helemaal kapot. Fucking grappig ook. Natuurlijk, ja. Kan niet anders. Het is altijd. Het is gewoon een heel leuk segmentje dit. Bedankt voor het kijken. Druk op duimpje omhoog als jij deze video leuk vond. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug met de nieuwe GTA-show. Later!